Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag is er weer een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik natuurlijk weer een bijzondere gast, maar deze gast is Beryl Brug en zij is een haarexpert en iemand die ook echt staat voor kwaliteit. What we need is a Q -time. Hi Beryl. Hi Janella. Jelena. Jelena. Is oké, okay. is oké, okay. is oké. Okay. 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 Nee, Hoe gaat met... het met je? Nee, we gaan gewoon door. We ja. gaan door, is niet erg. Ik heb zoveel versies gehoord van mijn naam. Dus ik zeg, I'm gonna let it slide. Oké. Okay, okay. ja. um... Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed hoor, en met jou. Nou, gaat ook goed. <laughs> Jullie hebben, of tenminste, wie is Berylbrug eigenlijk? Los van dat je een haarexpert bent, dat iemand die staat voor kwaliteit. Oké, okay, um, ik ben importeur en distributeur van twee haarverzorgingslijnen. Mm -hmm. Men kent me voornamelijk van Design Essentials. En uh, ik heb nog een haarverzorgingslijn die ik distribueer en dat is Eden Body Works. Eden Body Works. En deze haarproducten zijn voor uh, alle haartypes of uh, gespecialiseerd voor een bepaald haartype? Ja, uh, ze zijn voor alle haartypes, voor, types, vooral die van Design Essentials. Dat is echt voor mensen die hun haar chemisch behandelen of die ervoor kiezen om hun haar natural te dragen. En dan gaat het om natural glad haar, golvend haar, krullend haar en haar. Doe je je haar zelf? Want je haar ziet er echt prachtig uit. Of uh, gebruik, je, gebruik je deze producten zelf ook? Ja, ik gebruik Design Essentials al twintig jaar. En uh, ik doe mijn haar inderdaad voornamelijk zelf. Soms laat ik me verwennen door een van de kapsters uh, die in mijn netwerk zit natuurlijk als mm -hmm. distributeur van een haarverzorgingslijn. Maar voornamelijk uh, doe ik mijn haar zelf. Well, you're doing a great job. Als ik Thank groot you. ben, wil ik mijn haar ook zo doen als jou. <laughs> nou, dan is het tijd. <laughs> we maken een afspraak, we maken een afspraak. Ja, heel graag. Maar je bent niet alleen hier voor je haarproductenlijn. Er is komend weekend, 25 en 26 maart, is er een beauty life experience at the Queen Palace. Correct? Ja, klopt. Yes. Um, ja, kijk, behalve distributie, ik heb het distribueren van die haarverzorgingslijn altijd gekoppeld aan educatie. En dan heb ik daarvoor uh, steeds events georganiseerd. Uh, waarbij ik mensen vertel uh, hoe ze hun haar moeten behandelen, welke producten goed zijn voor hun haar, welke ingrediënten ze juist moeten vermijden. En um, uh, hoe ze zo lang mogelijk over hun producten kunnen doen, zodat uh, ze zichzelf kwaliteit kunnen permitteren, maar dat het ze toch scheelt in hun portemonnee. Ja, vooral nu is dat uh, schelen in de portemonnee echt belangrijk? Ja, ja, het is in principe altijd belangrijk. Het is ja, altijd De emphasis op uh, prijs. <laughs> klopt, klopt, klopt. Yeah. Um, Oké, okay, wat dus gaat er gebeuren? Ja, want ik heb dus altijd dan events georganiseerd. En we hebben sinds kort een nieuwe retailpartner mm. in Wanica aan mm -hmm. de Van Hattenweg. En dat is Queen Palace. Ja, yeah, de Queen Palace. Like, Wat is de Queen Palace? Want de enige, of het enige paleis dat ik kende was uh, van. Queen Elizabeth. Maar dus we hebben nu een eigen paleisje hier. Dus. Ja, ja. ja. Mm -hmm. uh, het is een mansion die meneer Shubaran mm -hmm. uh, heeft omgebouwd... in een beauty-oord, een beauty-center. Het is nieuw. En <coughs> uh, je hebt er verschillende ruimtes, weet je. Eentje is ingericht als kapsalon, de andere als manicure- en pedicure-salon. Je hebt een schoonheidssalon. je hebt een salon waar je hair removal... middels lasertechnieken kan doen. Um, en dan is er een hele mooie uh, hal. Daar gaan we, we infobalies hebben. Waar men uh, informatie kan inwinnen, gratis. Demonstraties over de verschillende sectoren in de beautybranche. Dus parfum, gezichtsverzorging, haarverzorging. Weet je, men kan gewoon komen en demonstraties, samples, streets uh, en informatie inwinnen. Um, dus als ik het goed begrijp, is het dus een. ...heel weekend vol met uh, informatie, behandelingen, samples, treatments... ...gericht op alle beauty aesthetics. Precies. Maar is het dan alleen voor vrouwen? Nee, nee, er zijn ook barbers die uh, aanwezig zullen zijn. Uh, en heren die zijn ook gewoon uh, gesteld op uiterlijke verzorging, weet je. Een um, uh, 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 gezichtsbehandeling, uh, ook uh, pedicure, manicure. Uh, dus de heren zijn echt ook van harte welkom. Um, we hebben dus een, een, een gedeelte wat gewoon kosteloos is. De entrance is free. Mm -hmm. um, en als men een behandeling wil boeken, dan kan dat op die dag ook. Dus die, die ruimtes, die salons worden werkelijk in gebruik genomen en ze gaan is operationeel het de eerste keer zijn. Dat, dat ze operationeel worden. Die salon wordt uh, uh, wel al gebruikt, ja. Mm -hmm. Um, en dan kan men uh, uh, een behandeling boeken. Dat is wel tegen betaling, mm. maar gereduceerde introductietarieven. Dat oh, ja. is very nice. Van waar het idee eigenlijk om het zo so ver te doen? Want we zijn hier in Paramaai, we hebben genoeg salons en ik denk ook een aantal exclusieven. En jullie gaan helemaal naar Lelydorp. Ja, daar heb je het woord in de mond genomen. We hebben genoeg salons aan mm -hmm. deze kant. Mm -hmm. En we willen heel graag ook decentraliseren. Kijk, wat ik al zei, um, uh, ik, ik heb het, het voorstel gedaan aan meneer Shubaran, van mag ik uh, hier ook een hair uh, event organiseren? Toen heeft hij eigenlijk uh, uh, geopperd van maar je kan hier meer dan, een hair, dan alleen hair benaderen. Laten we die hele beauty-industrie uh, uh, erbij betrekken. Ja, mm -hmm. En, um, uh, kijk, ik ben zelf sowieso blij dat er een distributiepunt is aan die kant. Want dat hadden we nog niet. Dus de mensen, onze klanten van Para en Wanica, die komen ook aan hun trekken wat uh, haarverzorging betreft. En uh, nu, door dit beauty-event, kunnen we laten zien van hé, hey, ook bij jullie in de buurt kunnen er kwalitatieve, uh, uh, of komt er een kwalitatieve plek, een oord. Een heel, heel oord. Het is een like hele. Hoe noem je dat? Een, een, een spa-achtige ja. wellnesscenter. Ja, as we speak zijn ze bezig uh, een hamam uh, te bouwen, sauna te bouwen. Het ja. zal nog niet af zijn op 25 26, Maar het is gewoon een ding in wording. Weet je, er komt een zwembad, oh. restaurant. Dus uh, ja, het wordt echt een hele een leuke hele plek om daartoe te aan. getaway gaat het uiteindelijk worden dat ik Klopt. niet meer in de stad. Gewoon, ik zeg van ik wil gewoon iets leuks gaan doen voor mezelf of met z'n allen, want het is ook kindvriendelijk. Ja, op dat event uh, zullen we sowieso een kidszone hebben. Mm -hmm. uh, met, uh, dan komt Rainbow Girls. Die komt uh, heeft dan verschillende attracties, weet je wel. Uh, springkussen, schminken, poffertjes, mm -hmm. eh, schaafijs en ja. nog veel meer. Er gaat een dj zijn die hele fijne, rustige achtergrondmuziek gaat afspelen. Ja. Het is de hele heel weekend compleet met alles. Ja, eten, drinken, Gaat er te koop zijn. Um, er is genoeg een uh, parkeerplek. We hebben de tijden dusdanig gekozen dat het filevrij is. Wat maar, zijn de tijden? Want de tijden heeft u ons nog niet gezegd. Nee, zaterdag 25 uh, maart is het van 3 tot, en met, tot 7 uur s avonds En zondag van 1 tot 7. Mm -hmm. so, waarom zou. Want het is gericht om de decentralisatie te bevorderen. Dat je ook gewoon in andere districten goede haarproducten kan halen. Maar ook de informatie, niet alleen op haar en beauty, maar ook voor hair removal, pedicure, manicure, skincare. Everything that comes with it. Yes. Helemaal aan die kant. En als ik me zo vraag: van waarom zou, zou ik moeten gaan? Los van dat ik wel een beetje goed voor mezelf zorg. Uh, je bedoelt qua afstand? Omdat nee, gewoon je... naar het event. Nou, um... Het is ten eerste een makkelijke manier om even tijd voor jezelf te nemen, wat heel erg belangrijk is. We zijn allemaal uh, ja, bezig met allerlei dingen, waardoor we soms uh, uh, aan onszelf voorbij gaan. Dus uh, sowieso wat dat betreft zou ik zeggen, een beetje gun jezelf een, 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 lekker, Day. Ah, een lekker dagje en uh, kom er naartoe. Laat je niet tegenhouden door, oh ik heb kleine kinderen, heb ik je Er is een kid zone, dus ze kunnen gewoon komen en zichzelf vermaken. Maak je niet druk over, wat voor eten moet ik mee, er is eten. Ben je aan het vasten toevallig, uh, vanwege religieuze omstandigheden. Ja, ramadan is begonnen. ramadan, maar ook uh, bij het hindoeïsme is er ook een, een vaste periode die 22 maart of zo begint. Uh, we hebben vegetarische eten voor uh, die groep bijvoorbeeld. Jullie hebben alles gedacht. Ik, ik heb... Ook begrepen dat er een sociaal tintje aan gekoppeld is. Zou je dat misschien ook nog willen uitleggen? Ja, we geven heel graag terug aan de community. Um, we hebben de scholen, zijn we persoonlijk gaan bezoeken. In de buurt? Uh, ja, in uh -huh. de buurt, Lelydorp. En um, we hebben ze uitgenodigd <coughs> sorry, om, mee te om mee te doen of, of om het uh, event te bezoeken. Um, we hebben namelijk gemerkt dat er behoorlijk. Uh, wat uh, scholieren zijn die later in de beautybranche uh, werk, willen. willen werken. En uh, wij hebben uh, opleidingsmogelijkheden daartoe. Mm. Sowieso onze Natural Hair Academy, DENHAS, maar ook uh, KJ Skincare die heeft uh, ook um, vervolgpraktijkopleidingen. En we gaan lezingen houden om te vertellen over deze opleidingen, wat ze inhouden, hoe je kan inschrijven en wat je wordt. Um, luizenbestrijding is ook een van de lezingen, want we hebben Educational Center, dus daar gaan we wat lezingen verzorgen. En we gaan het over luizenbestrijding hebben. Weet je, waar grote groepen jongeren, kinderen bij elkaar komen, kan er wel eens een luizenplaag ontstaan. Hoe ga je daarmee om? Um, maar ook het belang van uiterlijke verzorging en hoe je het kan bewerkstelligen, dat wordt het, um, gehighlight. Dus uh, we hebben ze uitgenodigd en men is uh, razend enthousiast, uh, die scholieren. Het was heel leuk, heel leuk om te doen. Uh, we hebben ook kinderhuis Matuku, die zit ook aan de Vaartenberg. Daar heb je, <coughs> uh, brengen ze kinderen onder die uh, een beperking hebben. Die begeleiden ze, sommigen wonen er echt. Uh, en de kinderen die dat aankunnen, die komen ook naar het event en die krijgen een gratis beauty treatment. Oh, dat is zo lief van jullie. Dank je. Nou, het klinkt alsof het een geweldig evenement zou worden of een geweldig weekend voor jullie. Informatief, educatief, en ook nog een sociaal karakter. Ja. En daarna kan je jezelf ook nog helemaal goed laten voelen met alle behandelingen en alle samples en everything else dat daar ook nog te vinden is. Ja. Er is trouwens ook een winactie. Mm. Um, ja, nou, dan zou ik de mensen, de kijkers thuis willen oproepen. om Als je een vrouw kent die iets heeft betekend in Boanica of Para, die iets voor die gemeenschap daar heeft betekend, dan mag je deze vrouw voordragen via ons WhatsApp-nummer 856-7021. Misschien moet ik het even herhalen. Dat is 856-7021. Draag deze mevrouw voor, vertel haar verhaal en dan gaan wij uit de inzendingen een selectie maken. Drie vrouwen worden uitgekozen en dan krijgt die een lekkere uh, beauty treatment, een gratis beauty treatment. Nou, ik denk dat uh, je niet hoeft te wachten, want uh, wat er allemaal daar gaat gebeuren, het wordt een uh, top treatment. Ja. Zo, so, ik wil je bedanken voor het komen en alvast heel veel succes wensen met het evenement. En um, ik kijk uit naar alle volgende dingen die jullie zullen ondernemen. Ja, heel hartelijk bedankt voor deze gelegenheid. Ja, en ik vond het heel fijn dat je bij me was. <laughs> ik ook bij jou. <laughs> Hoe heet ik? Uh, Janella. Nee, laat, wat later hoor. Nee, zeg maar alsjeblieft. <laughs> Chanel, Janella. Janelda. Wat is het? Nog één keer. Janelda? Nee. Jelinda? Nee. Jedelda? Wat is het? Het is Jelena. Jelena? Jelena. Jelena, 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 Jelena. Oké, okay. dat is Helena. Dit komt allemaal... Wordt dit allemaal op. Ja, dit komt allemaal opgenomen. Ah, 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 verkeert, ah. Ja. Maakt niet uit Jelena. Jelena. Ik moet je gewoon opslaan. <laughs> komt goed, komt goed. Dankjewel voor het komen. En zoals jullie het hebben gehoord, Beverly vertelt over de Beauty Life Experience die op 25 en 26 maart bij de Queen Palace aan de Verhatteweg worden georganiseerd. Alle informatie die je wil weten over skincare, beautycare en alles wat daarbij hoort, alle behandelingen, everything extra, dat wordt daar gegeven. Ga gezellig met het hele gezin, er is een kids zone als jij even je eigen dingen wil laten doen. Ga en geniet ervan, zou ik zeggen. But thank for the watching and very, very voor for I remember your time and my time is Q time. Q -time. What a Q -time? Q -time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform to inspire.